Ja, nou, we hebben kennis genomen van de, laat zeggen, de announcement van president Maduro. En de eerste plek zou zeggen dat het, we betreuren het. Want zo'n maatregel, laat zeggen, om unilateraal de grenzen dicht te doen zonder eerst te overleggen met een buurland zoals wij, maar ook Koninkrijk, is te betreuren. We vinden het jammer, want voorheen zijn er gesprekken geweest en we zijn altijd bereid om gesprekken te voeren, om nauwer samen te werken, om smokkel, maar ook handel in illegale, laat zeggen, producten, wapens, drugs enzovoorts te bestrijden. Wat wij ook doen op Curaçao, we hebben zelfs dit aangescherpt de laatste tijden. Wat betreft fruit en groenten, maar ook de kustwacht die actiever werk doet op de zeeën rondom onze landen. Dus we hopen dat er nog mogelijkheid bestaat om aan tafel te zitten, om te kijken wat we kunnen afspreken om tot een oplossing te komen. U heeft in een reactie in het Spaans gezegd onacceptabel. Ja, nou, wat we onacceptabel vinden is aan de ene kant dat er unilateraal zo'n beslissing genomen wordt. En we vinden ook niet dat het sluiten van de grenzen, laat zeggen, een oplossing voor dit problematiek is. Maar ook de beschuldiging richting Curaçao, Aruba en Bonaire dat wij dit, laat zeggen, handhaven of accepteren of zelfs participeren. Onze lokale, laat zeggen, ondernemers, dat wij meedoen in dit soort handel. Smokkel, integendeel. Smokkel. Wij vinden dat onacceptabel dat er dan beschuldigingen en zelfs nog dat wij op verzoek, of laat zeggen, niet reageren op verzoeken vanuit Venezuela, die er ook niet plaats hebben gevonden. Want dat was de beschuldiging. Er zou een vraag voor assistentie zijn geweest vanuit Maduro, maar dat is niet gebeurd? Dat is niet gebeurd. Sterker nog, in zijn eerdere uitlatingen enkele weken terug hebben wij proactief contact gezocht met de consul-generaal, ook via onze ambassadeur in Caracas, om hierover te praten, om meer informatie te krijgen over, laat zeggen, een verandering in beleid enzovoorts. En daar is niets uitgekomen, dus daarom is het toch jammer dat hij dan zich uitlaat en zegt dat wij niet reageren op hun verzoeken, want wij hebben in ieder geval via diplomatieke kanalen geen één verzoek van Venezuela gekregen om recentelijk hierover te praten. Heeft u inmiddels contact gehad met de consul van Venezuela hier op Curaçao? Ja, sinds gisteravond hadden we telefonisch contact en vanochtend hadden we een vergadering. Zij heeft aangegeven dat zij natuurlijk, zoals wij, de relatie met Curaçao waardeert. Er zal in de komende dagen meerdere gesprekken zijn, ook in Caracas. En wij hopen dat we tot een oplossing kunnen komen. En ze had niet kunnen aangeven of er een directe aanleiding, zeker vanuit Curaçao, was om zo'n maatregel te nemen. En ze is ook in afwachting van meerdere details vanuit Venezuela. Ja, ik begrijp daaruit dat u ook contact met Nederland heeft gehad? Ja, we hebben via de directie Buitenlandse Betrekking contact gehad met Buitenlandse Zaken natuurlijk. Want wij doen dit graag in nauw overleg met het Koninkrijk en de minister van Buitenlandse Zaken. Om te kijken hoe we tot een, op een amicabele manier tot een oplossing kunnen komen. Want nogmaals, het bestrijden van smokkelhandel, illegale of handel in illegale producten. Daar hebben we eerder al afspraken gemaakt, Koninkrijk in Venezuela. Dat staan we ook voor. Recentelijk was ik bijvoorbeeld in Costa Rica om te praten over de San José-verdrag, zodat meer landen en misschien zelfs ook Venezuela aansluit om handel in drugs en wapens enzovoorts te bestrijden. Want dat heeft ook invloed op onze lokale gemeenschappen. Dus vandaar, uit onze nationaal belang als Curaçao, zijn wij voorstander om gesprekken hierover te voeren. Want er is wel een probleem tussen Venezuela en Curaçao als we kijken naar de hoeveelheid aanlandingen, wapens, drugs vanuit Venezuela, illegaal. Ja, dat wordt natuurlijk ook bestreden, met name de justitiële keten, douane, kustwacht. En laten we zeggen, we erkennen dat gezien onze nabijheid, dat er smokkelhandel bestaat, maar niet in dermate grootte, zeker wat Curaçao betreft,
dat het vereist om zo een maatregel te nemen om de grenzen te sluiten. Heeft het gevolgen, zo'n 72 uur maatregel voor Curaçao? Nou, directe gevolgen voor een, laat zeggen, tijdelijke maatregelen zien we niet. We zijn natuurlijk, ik heb meteen als minister-president opdracht gegeven aan directie risicobeheer en rampenbeleid. En de lokale betrokken lokale autoriteiten om te monitoren wat de gevolgen zijn en hoe we die kunnen mitigeren. Maar natuurlijk, als het voortduurt, kan het een impact hebben op toelevering van voedsel, van fruit, groenten enzovoorts. Natuurlijk is dat ook een verantwoordelijkheid van lokale ondernemers om alternatieve markten vanuit alternatieve markten te importeren, maar de overheid heeft altijd een faciliterende rol. En we zijn nu bezig, met een assessment van wat de directe consequenties zijn van deze maatregelen. En is Curaçao klaar voor wat betreft eventuele vluchtelingen vanuit Venezuela? Nou, daar zijn we al op voorbereid. Natuurlijk zijn we niet klaar om grote aantallen vluchtelingen op te vangen. We hebben beperkte opvangcapaciteit en daarom zijn we ook in nauwe gesprekken met het Koninkrijk, met Nederland en natuurlijk buurlanden om te kijken hoe we dit eventueel kunnen opvangen. En dat is een proces die al op gang was. Ja, bent u bezorgd over de houding van Venezuela op dit moment? Nou, ik vind het jammer. Ik ben niet bezorgd, want als er inderdaad een bezorgdheid is vanuit Venezuela en zoals president Maduro heeft gezegd dat hij wil komen tot nieuwe afspraken voor legitieme handel enzovoorts en economische samenwerking, daar zetten we ons zeker voor in. Dank u wel.